allemaal, heel super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. In deze video neem ik jullie weer gezellig mee naar de kruidvat. Ik ga het in deze video wel wat anders doen dan normaal, maar dat gaan jullie vanzelf zien in deze video. Dus ik hoop dat jij er zin in hebt. Doe zeker je duimpje omhoog als je er zin in hebt. Vergeet je niet te abonneren en dan gaan we nu snel beginnen. Hier ben ik aangekomen in de kruidvat en heb ik gelijk even een mandje gepakt en kunnen we gaan beginnen met shoppen. En ik ga beginnen bij alle bad- en doucheproducten. Zoals je kan zien hebben ze hier best wel een groot schap en best een groot assortiment. En ik ga als allereerst even kijken bij de Treacle Moon body washes. En deze vind ik zo mega lekker. Deze ruiken echt super lekker en ze zien er ook echt mega leuk uit. En van Treacle Moon hebben ze niet alleen shower gels, maar ook body scrubs. En deze vond ik er vooral heel erg lekker uitzien. Vooral de geur. Ik hou echt van shea boter. Dus deze wil ik echt wel een keer proberen. En ook zag ik deze body scrubs. En deze zien er ook echt zo leuk uit. Vooral die mango scrub. Wij thuis gebruiken gewoon altijd van die Nivea shower gels. Maar deze zijn echt mega duur in Nederland. In Duitsland bij de DM koop je deze echt voor letterlijk 1,50 of 1 euro per fles. En hier bijna gewoon 5 of 6 euro. Deze is ook heel fijn. Die heeft namelijk van die soort olieballetjes erin zitten. En dat is gewoon super lekker voor in de douche. En ik zag ook deze. En deze is gewoon van Kruidvat eigen merk. En volgens mij is dat dus een dupe van een Rituals douche gel. En ze hebben die ook in een soort shower foam. En dat is ook heerlijk voor onder de douche. En deze shower foams van Dove zijn ook echt een aanrader. En deze van Dove heb ik dus nog nooit gezien. Dit is de Care by Nature of zoiets. Een bepaalde collectie, maar die ken ik helemaal niet. Dit is heel random en dit is waarschijnlijk ook niet boeiend voor de helft van jullie. Maar zeep. En deze zeep kan ik jullie echt aanraden. Die is dus van Marshall's Green Soap. En dat is echt zo'n fijn merk voor handzeep. Dan gaan we door naar de hand- en bodyproducten. Een van mijn favoriete afdelingen tegenwoordig. Als allereerst heb je hier een soort body mousses. We zagen net ook van die body scrubs. Maar check hoe dit eruit ziet. Hoe liquidy en dit lijkt me zo zacht. En deze natuurlijk ook van Treacle Moon. Die kennen jullie waarschijnlijk ook allemaal. Ik ben deze ook even gaan ruiken. Dus ik begon met deze. Dit blijkt dus ook weer een dupe te zijn van Sol de Janeiro. En die rook echt zo lekker. En deze jongens, ook weer met shea boter, ruikt zo lekker. En ze hebben die ook in een handcreme. Dan een aantal producten die ik zelf eigenlijk helemaal niet ken. Namelijk van Kruidvat de Nature's Collectie, een body oil. Geen idee of het fijn is, ja of nee, want ik heb het zelf dus nog nooit geprobeerd. En je hebt hier dus blijkbaar ook Weleda. En ik wist helemaal niet dat de Kruidvat dat verkocht. Ik heb het nog nooit getest, dus ik weet niet of het goed is. Dus ik ben heel benieuwd of iemand van jullie het wel ooit heeft getest en wat jij ervan vond. En oh my god, deze body butters zijn echt mijn favoriete body butters ever. Deze ruiken zo lekker. En die zijn dus van Kruidvat eigen merk. Ik heb alleen deze nog nooit gehad. Coconut en shea boter. En die vond ik op zich ook wel lekker ruiken. En dan hier nog wat mooie producten van Kruidvat eigen merk. En kijk hoe mega schattig deze mini Nivea Soft is. Super handig ook voor in je tas of zo. En kijk ook deze van Nivea. Deze kost 1,70. En ik schrok echt van deze prijs. 11 euro. Niet normaal. En dan gaan we door naar de skincare. En de Kruidvat is super handig ingedeeld. Je kunt alle merken namelijk daarboven zien. Dus ik ben als allereerst even gaan kijken bij de maskertjes. En ik ben heel benieuwd naar deze maskers. Maar die zijn bij de DM ook echt veel cheaper. Deze zijn wel ook heel fijn. Die kosten ook maar 1 euro. Echt van die leuke eyepatches om op te doen. En ik ben dus echt een fan van klein maskers. En die van Freeman heb ik echt jaren geleden ooit geprobeerd. Maar ik zag dus nu ook dat Kruidvat eigen merk een klein masker had. Dus die moet ik misschien maar een keer proberen. En ik zag ook dat Freeman nog wat andere maskertjes had van een soort nieuwere collectie of zo. En opeens zag ik heel random hier kwasten van EcoTool. Ze hadden 3 verschillende setjes en die waren nu allemaal €12,99.
Dan was ik echt op zoek naar een nachtcreme. Dus ik ben gewoon heel eventjes gaan kijken. Ik had als allereerste deze gevonden. Ik ben namelijk echt op zoek naar een goede dagcreme voor een droge huid. Dus ik zag ook deze. Ook weer van de Nature's collectie van Kruidvat eigen merk. Dus ja, ik ben hier echt op zoek naar wat is goed, wat is niet goed. Maar ik vind het altijd best wel spannend om nieuwe skincare te kopen. Ik vond deze collectie van Kruidvat wel echt heel erg leuk eruit zien. En ze hadden ook heel veel verschillende producten. Ik ben verder ook echt een fan van de micellaire waters van Garnier. Gebruik ik zelf ook echt dagelijks. En ik hoor dus ook best wel veel goede dingen van Cetaphil, dat merk. Dan even door naar een klein schap met nagelproducten. Onder andere natuurlijk Boob Tape. Dus mocht jij dat nodig hebben, dan hebben ze dat daar. En ik zag ook een Lash Booster. Deze kost 10 euro. En ik ben heel benieuwd of dit werkt, ja of nee. En ik ben ook echt een fan van deze producten van de Kruidvat. En dan gaan we door naar mijn favoriete afdeling, namelijk met alle beauty en de make-up. En hier links hebben ze bij deze Kruidvat alle high-end make-up producten. En hier heb je dan alle wat meer budget-proof, zoals Makeup Revolution, Catrice en Essence. En we gaan even beginnen bij Catrice. Ik laat gewoon even mijn favoriete producten zien of producten die ik er mooi uit vind zien. Dit bijvoorbeeld is mijn favoriete bronzer. Ik hou van dit product. Ik heb zelf nu de kleur 10 en in de zomer de kleur 20. Maar deze kan ik echt aanraden als je nog een bronzer nodig hebt. En deze is ook heel fijn. Daar zit namelijk ook een highlighter bij. En dit is de limited edition die er op het moment ligt. En ook zag ik dat de Catrice Glam & Doll mascara's in de aanbieding waren. Die heb ik zelf eigenlijk nog nooit geprobeerd, dus ik weet ook weer niet of die goed zijn, ja of nee. Maar ik vond deze oogschaduwpaletjes er echt zo leuk uitzien. Echt lekker geswatcht, dat wel. En deze concealer, mijn all-time favoriete concealer, echt een aanrader. En tegenwoordig vind ik Catrice ook hele goede lipproducten hebben. Natuurlijk hier de bekende lipolie. Bij het Kruidvat eigen merkschap zag ik niet echt per se iets heel erg boeiends of iets nieuws of zo. Hetzelfde geldt voor die andere twee merken die ze hier verkopen. Dan gaan we door naar het Essence-schap. En deze is hier ook best wel groot, vind ik. Volgens mij heb je niet per se echt een groter schap. Ze hadden echt nog heel veel Juicy Bombs. En ook heel veel van de Lash Princess mascara. Dit zijn echt mijn favoriete mascara's. Ik heb alleen deze oranje nog niet geprobeerd. En deze roze nog niet. Maar voor de rest heb ik ze allemaal geprobeerd. En mijn favoriete is nu de groene. Die vind ik echt zo mega fijn. De limited edition was echt gewoon helemaal leeggeplunderd. Het is de Chili Vanilla of Vanilla collectie. En ze hadden ook natuurlijk de bekende lipolies van Essence. Deze primer heb ik hier wel nog nooit gezien. Deze is volgens mij ook nieuw. En die vond ik er zelf wel heel erg mooi uitzien. En de Kruidvat heeft ook echt mega fijne kwasten. Voornamelijk die van Real Techniques zijn heel fijn. Maar die van Kruidvat eigen merk zijn ook gewoon prima. Of EcoTools, wat je hier links ziet, die zijn ook heel chill. En dit product van Real Techniques ken ik helemaal niet. Dat heb ik echt nog nooit gezien. Nou, ondertussen zijn we al lekker aan het shoppen en ga ik door naar de haarproducten. Ik zag als allereerste hier van die leuke rollers. Dat zie je nu ook zoveel voorbij komen en ze hadden bij de Kruidvat ook heel veel verschillende soorten en maten. En oh mijn god, kent iemand dit nog? Dit zijn van die papillotten. Vroeger gebruikte ik dit zo vaak en het lukte nooit, maar hoe leuk. Kent iemand dit nog? En ik weet het, scheermesjes kunnen echt heel duur zijn. Ik vind dat echt niet normaal altijd, die prijzen. Maar die van Kruidvat eigen merk zijn echt best wel betaalbaar en ook heel erg goed. Ik gebruik zelf altijd deze met 5 mesjes, maar je hebt er dus ook met 3 of met 6. En deze zijn dus echt lekker betaalbaar.
En ik verbaas me altijd over het haarassortiment wat deze kruidvat heeft. Want dit is zo groot. Kijk even. Dit is gewoon een hele muur zowat. Ik ben zelf echt een fan van de producten van L'Oréal Paris. Van Elvive. Dat vind ik echt hele fijne producten. Maar ik zag ook dit van Umberto Gianni. En dit vind ik er zo leuk uitzien. Ik ken het niet. Het is ook best wel prijzig. Maar hoe leuk ziet dit eruit? Dit wil je gewoon alleen al hebben door de verpakking. Dan hebben ze ook hier een klein gedeelte met allemaal producten voor krullend haar. Ook heel erg handig. En dit zijn dus de shampoos die ik altijd gebruik. Ik heb ze eigenlijk echt letterlijk bijna allemaal gehad. En ik vind ze echt allemaal lekker ruiken en fijn. Dan zag ik hier weer wat producten van Umberto Gianni. En kijk dit. Dit is gewoon een scalp scrub. Een scalp scrub. Hoe leuk ziet dit eruit. En ook deze bananaboter. Echt, ik vind het helemaal geweldig. En ik zag ook deze haarmaskers. Haarboosters of zo. Ik heb geen idee wat het precies is. Maar hoe handig is dit om ook mee te nemen op vakantie of zo. Ik vind het helemaal leuk. En deze geuren zijn volgens mij ook echt heerlijk. Ze hebben volgens mij 3 verschillende soorten. En die kosten 1 euro. Maar je hebt hier rechts ook de gewoon normale haarmaskers. Nou, ik ben weer thuis van de kruidvat en ik dacht ik geef jullie even snel een shopblog van alles wat ik heb gekocht. Ik heb het gewoon in zo'n toteback gedaan, die ik van huis mee heb genomen. Ik zal even beginnen met de beauty gerelateerde dingen. Als allereerste heb ik weer een concealer gekocht. Dit is echt mijn lievelingsconcealer. Dit is de Liquid Camouflage High Coverage Concealer. Ik heb nu altijd in de winter de kleur 10 en in de zomer heb ik de kleur 20. Maar ik hou echt van deze concealer. En de mijne was bijna op. Dus ik dacht ik koop eventjes alvast een backup. En dan heb ik ook deze twee gekocht. Van Sol de... Nee, dit is niet van Sol de Janeiro. Dit zijn de dupes van Sol de Janeiro. Maar dit is van Treacle Moon. Ik denk dat jullie dat merkje wel kennen. Ik heb ook uitgebreid daarover een beetje gefilmd in de winkel. Ik heb ze ook geroken. En deze ruikt letterlijk precies hetzelfde. Naar die van dus Sol de Janeiro. Want die had mijn moeder. Dus deze ruikt daar zo erg naar. Maar dit zijn de handcremes. Want de body lotions. Ik heb nog zoveel body lotion hier en body butter. Dat ik dat echt niet nodig heb. En dit heb ik wel nodig. Want ik merk het zo erg dat mijn handen gewoon super droog zijn. En iedere keer na het handen wassen doe ik mijn handen ook insmeren met een handcreme. En ook heel erg handig voor in je tas of in je werktas of in de auto of zo. En ik heb ook deze meegenomen. Dit is de Shea. Creamy Shea Butterfly heet die. Deze vond ik vooral heel lekker nu voor de winter. Deze is wel wat meer voor de zomer. Maar deze waren nu 1 plus 1. En ik denk ja, 2 van deze vind ik zonde. Dus ik pak lekker deze erbij. Dus hier ben ik heel blij mee. Maar deze hadden ze dus ook in een body lotion. En deze waren volgens mij 4 euro per stuk. Maar die waren nu 1 plus 1. Dus 4 euro voor 2 eigenlijk. Of 2 euro per stuk dan. En als laatste alweer. Was ik echt op zoek naar een nieuwe nachtcreme. Ik heb daar best wel lang gestaan. Want ik vind het heel spannend altijd om nieuwe skincare te kopen. Omdat ik bang ben dat... Als ik iets nieuws probeer, heel mijn gezicht naar de knoppen gaat. Maar ik ben uiteindelijk gegaan voor deze. De Nature's Recovering Night Cream. Ik ben heel benieuwd. Ik heb nog niks van deze lijn van de kruidvat uitgeprobeerd. Want deze is gewoon van kruidvat eigen merk. Dus ik ben heel benieuwd. Ze hadden wel ook wat andere producten die ik heel mooi eruit vind zien. Die ik echt wel een keer wil proberen als deze me goed bevalt. Ik vind deze verpakking ook heel erg handig. Want ze hadden ook zo'n potje. Die was echt zeg maar voor de gevoelige huid. Deze is volgens mij ook voor de gevoelige huid. Maar ik vind een potje zo irritant glas. Dus ik denk, nou, deze vind ik chiller. Dus ik ga gewoon voor deze. Ik ben heel benieuwd. Ruikt volgens mij wel prima. Maar dat zijn eigenlijk alle beauty dingetjes die ik heb gekocht. En dan heb ik nog wat lekkere dingen gekocht. Want je kan de kruidvat ook weer niet weglopen. Dat is net zoiets als de Action. Je moet daar gewoon echt wat lekkers kopen. Dus ik ben gegaan voor deze. Voor dit weekend. Oreo. Dubbele Oreo. Oh, dat vind ik zo lekker. Dan heb ik ook een... Chocolade. Ik moet ongesteld worden. Kun je het merken toevallig? Lekker chocoladereepje. En dan heb ik alvast voor werk. Voor in mijn werktas. Deze smintjes. Want ik vind dit fijner dan kauwgom op werk. Want dan kun je even snel indoen naar de lunch of zo. En dan hoef je niet meteen een kauwgom te kauwen. En ik heb dan deze van Kellogg's Frosties. Volgens mij is dit niet heel healthy. Maar ik vind deze heel lekker. Dus die zijn ook gewoon lekker zoals tussendoortje voor op werk of zo. En dat is alles wat ik in deze video heb geshopt. Ik ben heel benieuwd hoe jullie het vonden om zeg maar zo naar een shopper niet te kijken. Dat ik zeg maar gewoon een leuke voice-over heb gedaan. Maar wel gewoon leuke beelden heb gefilmd in de winkel. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie fijner vinden. Vinden jullie het fijner dat ik een voice-over doe?
doe. Of vinden jullie het fijner dat ik gewoon praat en in calls? Dus of een kan natuurlijk ook een combinatie van de volgende keer doen. Dus let me know. Ik ben heel benieuwd. Maar ja, dit is alles wat ik dus heb geshopt. Ik wil je bij deze heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jij hem leuk vond. Vond je hem leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren mocht je dat nog niet hebben gedaan. En dan zie ik jou hopelijk weer in een van mijn volgende video's. Doei!